We hadden daar binnen dat kamp eigenlijk een heel, heel vrij leven. En achteraf gezien de veiligste plaats waar een jonge ongetrouwde man zonder kinderen de oorlog kan doorbrengen. Mijn vader was 8 jaar ouder, was fysicus, leerling van Van der Waals, de grote Van der Waals. En het gekke is, het grappige is, dat ik nooit gemerkt heb dat er enig probleem was om het feit dat mijn moeder, die toch Haagse kringen, met een vol Joodse, maar niet Joods gelovige, in het huwelijk trad. Heeft ook in die 30 jaren heel erg geschreven tegen nationaal socialisme. We waren dus beter op de hoogte dan de meesten. Maar als je achteraf weet hoe verschrikkelijk het geweest is, al die hele, dat dichtdraaien van die schroef vanaf 33... dan was er, we wisten er meer van de meeste Nederlanders. Nederland heeft er toch erg langs geleefd. Toen is natuurlijk de lont in het vuur gekomen door het ontslag van Meijers in Leiden en het sluiten van de Leidse Universiteit. En toen hebben we dat zelf hier ook heel erg intens beleefd. We wilden eigenlijk ook staken. We hebben onder andere veel contact gehad met dat groepje mensen dat dan die verenigingen vertegenwoordigde. Met professor Paul Scholte, een groot jurist. Die ons tenslotte toch overtuigd heeft om niet te staken. Hij zei, als jullie staken, gaat deze universiteit ook dicht. Als alle universiteiten dicht gaan en die oorlog duurt jaren, dan missen we een hele. En bovendien die studenten die allemaal werkloos worden als alle universiteiten dicht gaan, die worden afgevoerd naar Duitsland. Dus niet staken, maar we hadden een soort van compromis dat ik iets bij de eerste van een aantal lezingen over de Nederlandse cultuur, die geloof van Telders was, iets mocht zeggen. En toen heb ik compleet van Til Helbers voorgelezen. En dat heeft meegeholpen om op de zwarte lijst te krijgen. Maar dat was waarschijnlijk ook al zo, omdat dus die naam Koonstam in Duitsland niet onbekend was. Ja, begin 42. Ik heb Amsterdam nooit zo prachtig gezien. Sneeuw, geen autospoor, niets. Volle maan, prachtig. En ik doe de deur van de benedendeur van het huis waar ik op de 5e etage was open. En daar staat de buitengewoon lieve hospita te huilen. En daar staan 2 politieagenten, Nederlandse politieagenten. En die hebben me naar het huis van bewaring gebracht, waar ik de nacht heb doorgebracht als strafgijzelaar. Strafgijzelaar is omdat er was iets, een aanslag geweest op een NSB-studentenhuis waar ik niks van wist. En de volgende dag zijn we met 70 Amsterdammers naar Kamp Amersfoort gebracht. Ondanks alles wat we wisten en toch ook niet echt helemaal tot in de diepte geweten hebben, zag je ineens gebeuren. Kaal geschoren, niet geslagen. We hadden een rode lap, we waren politieke heftelingen. Maar als je uren op het appel staat en die sneeuw werkt, zo, dan blijft er niet veel van je over. Ik ben in die 3 maanden dat het geduurd heeft 25 kilo afgevallen. Nou, ik was dus vrijgelaten op Hitlers verjaardag, 20 april, met die 70 strafgijzelaars.
En ik dacht eigenlijk dat het daar wel geweest was. Maar toen kwam er een Duitse soldaat boven. En die zei tegen me, zien Sie Max? Dat is heel gek als je iemand je voornaam hoort zeggen. Dat geeft... Dat was al een toon die in Amersfoort ondenkbaar was. Bovendien zei hij dat ik mocht me aankleden en ik mocht scheerspul meenemen. Nou, dat was beslissend. Dat er dus geen gevaar liep. We zijn toen met in die dagen voor het kamp Haren 600 mensen gearresteerd als gijzelaars. Om het verzet ervan af te houden, verzetsdaden te plegen, omdat het verzet wist dat dan het op ons verhaald zou worden. Met de kogel. Een van de vreemdste weken die ik ooit in mijn leven beleefd heb, dat je op zaterdag te horen krijgt, volgende zaterdag worden er x van jullie doodgeschoten. Ja. Als het verzet niet tevoorschijn komt. Het verzet is natuurlijk niet tevoorschijn gekomen. En je liep dus in, Haren heeft een prachtig park en die mooie poort. En daar liepen we vrij rond, dus zeggen de torens eromheen, je kon niet weg. Maar je was vrij. Ik heb er getennist en we hebben hardloopwedstrijden. En we kregen pakketten van alle kanten. Je mocht officieel maar één brief per week. Maar je mocht pakjes sturen en in de pakjes vuile was. Ze zaten altijd brieven. Mijn vrouw en ik hebben honderden, zo niet duizenden brieven geschreven in die bijna 2,5 jaar dat ik daar gezeten heb. We werden heel behoorlijk te eten gegeven en kregen al die pakken. Ik heb er beter gegeten dan in heel Nederland had. Maar dus die week in augustus dat je weet, iets gaat er gebeuren. En er zijn toen 5 van ons, 2 die eigenlijk pas die dag binnengebracht zijn. Die zijn dus de volgende morgen doodgeschoten. En die worden ook nog elke op 15 augustus. Worden die nog altijd herdacht. Ja, het is gebeurd. En nou moet je je erop voorbereiden. Dat was toen het gevoel. Dat gaat weer gebeuren. En het enige wat je dan van jezelf wil, is dat je het probeert als een man te ondergaan. Maar er was ook niet bij ons het gevoel, daarom moet het verzet maar niks doen. Er is nooit gezegd wat een schande dat het verzet die mensen in gevaar brengt. Maar men is eigenlijk vrij gauw tot de conclusie gekomen dat het niet werkte. Dat de verzet zich er niet van aantrok. En dat de roep van Duitsland er alleen maar in het hele land op achteruit ging. Dat dan totaal onschuldige mensen daarvoor doodgeschoten werden. Dus langzamerhand liep het gevoel dat je de gevaar liep eigenlijk weg. Behalve dat je nooit wist hoe het aan het eind zou gaan. Op de dag van de bevrijding. Toen de geallieerden nog niet binnengetrokken waren, maar de lichten gingen aan en je wist dat het uit was en de Zeeuwse Brode die van ons appartement had zien vallen. Maar toen zijn we te voet naar het huis van mijn schoonouders gewandeld en in de pijp werden moffe meiden kaal geschoren. En dat vond ik vreselijk. Dat heeft... Ik zou bijna zeggen, meteen mijn hart gebroken. Ik vond het schandelijk als er schuldigen waren. Maar wat weet je, misschien was iemand werkelijk verliefd. Misschien deed iemand het om zijn kind eten te geven. Misschien deed het iemand om zijn ouders te kunnen redden. Een daad van willekeur die buiten het kader van de rechtsstaat omgaat, eigen gerecht. Nee, dat vond ik, dat heeft
Dat vond ik vreselijk. Je moet een klimaat scheppen waar dat soort dingen niet meer kan. En daar is dus het hele idee van de supranationaliteit. Dat je dus een gezag moet hebben. Dat je niet de autonome staat bent die maar beslist zoals hij zelf wil. Maar dat je gemeenschappelijke... Wat mijn grote leermeester Monet, een van de belangrijkste dingen die hij ooit gezegd heeft is... De vrije handel tussen mensen is nodig en is nuttig, is ook goed. En het is ook goed dat we die gemeenschappelijke markt gecreëerd hebben. Maar daar gaat het ons in wezen niet om. Waar het in wezen om gaat, is mensen te doen begrijpen dat ze een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid dragen. En dat is in wezen, in die paar woorden, het hele verhaal van de Europese Unie. En het is moeilijk om de mensen duidelijk te maken dat geharren waarover de prijs van melk kan samenhangen met de grote gedachte dat je gemeenschappelijke besluiten moet nemen en dat je gemeenschappelijke verantwoordelijkheid draagt. Dus Monet zegt niet meer jouw verantwoordelijkheid tegenover de mijne, maar onze verantwoordelijkheid gemeenschappelijk.